sun shines bright as it moves across my face. I feel the light. Goedemiddag. Ik ben Andrea Moerdijk van Bohemen, getrouwd met mijn ware liefde al 11 jaar, dat is Jan Bart. Dat is mijn steun en toeverlaat. Hallo. Ik ben nu 49 jaar en ik ben op mijn 13e van de mooiste provincie van Nederland, Zeeland, Goes, naar Amstelveen verhuisd. En daar hebben wij heel lang gewoond, 36 jaar. En sinds 3 jaar woon ik in het mooie Colijnsplaat in Zeeland. Dankjewel. Fijn dat je ervaringen met ons wilt delen. Heel graag. Zou je iets kunnen vertellen over jouw geschiedenis? Want je bent op een gegeven moment wegens ziekte terechtgekomen bij de Stichting Mediwiet. Ja. Kun jij daar iets over vertellen? Wat is jouw achtergrond? In 2001 had ik een enorme grote kiste in mijn rechterborst. Mm-hmm. Die moest verwijderd worden. Was gelukkig goedaardig, maar ik was toch wel enigszins misvormd. Ik had een kleine cup, dus toen dacht ik in 2002 van nou, ik ga mezelf eens verwennen. Ik neem implantaten. Mm-hmm. Toen heb ik helaas de pip-implantaten gekregen. Mm-hmm. En ben in principe na 2002 al gaan kwakkelen. Hmm. En kwakkel. Brak me niet hoor. Ik heb zelf 4 restaurants opgezet. En dat was mijn 3e restaurant. Ik werkte toen in restaurant Zin, 2002. En ik bleef maar kwakkelen. Ik bleef maar moe, mijn mandelen er is uit en is dat en is zo. En je zal wel overwerkt zijn. En, toen leerde ik in 2004 leerde ik Jan Bart kennen. Hmm. En die had nog wat centjes en hij zei, joh, jij bent zo moe, jij moet weg. Toen zijn we een half jaar naar Thailand gegaan met onze zoon. Hmm. Die was toen 2,5, dan praat ik in 2007. Zei hij van, kom, we gaan er even uit. Hmm. En toen hebben we daarna, zijn we nog een restaurant opgestart, restaurant Moerdijk. Hmm. Dat was in 2009. In Oud-Zuid, in Amsterdam, prachtig mooi. Als ode van mijn vader, die inmiddels helaas is overleden. Hmm. En toen werd na 2 jaar kreeg ons zoontje zware epilepsie. Oké. Okay. Ja, en ja, het is natuurlijk, ja, als je in restauranten bent, natuurlijk toch wel dag en nacht aan het werk. En je kwakkelde zelf al met mijn gezondheid, vooral met depressie. En ik kreeg op een gegeven moment angst om te rijden en om in winkels te komen. En, maar ja, ik moest natuurlijk wel met mijn gasten verwelkomen. Dus uiteindelijk zijn we weggegaan uit Amsterdam. Dat is geweest in november 2013. Mm-hmm. En ik had een hele goede baan gekregen in Kortgene. Toen brak ik helaas mijn been. En toen heb ik helaas 6 maanden in het gips gezeten. Mm-hmm. En toen kreeg ik afgelopen december 2014 weer een hele mooie baan. Mm-hmm. En toen kreeg ik helaas het telefoontje te horen dat ik borstkanker had. Mm-hmm. En 2 dagen daarvoor van een professor, dat is professor Cohen Ter Vaart, die is gespecialiseerd in... zeg maar medisch detective. Die kwam er dus achter dat ik sarcoïdose had en het syndroom van Asia, het Hashimoto. En dat kwam door die pip-implantaten. Ja, daar is hij nu heel erg druk mee om dat samen met mevrouw Kappel te kunnen bewijzen. Mm. Dat echt met ook met die pip-implantaten te maken kunnen hebben. Het is een heel moeilijk onderzoek. Het is een enorme moeilijke ziekte. Het is nou zo goed als bewezen dat het door die pip-implantaten komt? Dat durven ze niet te zeggen. Mm. Dat is enorm moeilijk verhaal met siliconen en pippen en met de regering en de volksgezondheid en aansprakelijkheid. En dus hij probeert in ieder geval wel een diagnose te stellen. Dus dat je eindelijk weet wat je hebt als je al 12 jaar zegt dat je ziek bent. En toen kwam die diagnose en wat waren de vervolgstappen? Nou, toen heb ik eigenlijk, vol voor de borstkanker gegaan, want dat hoorde ik eigenlijk een week later. Ja. Dus toen heb ik die sarcoïdose laten zitten. Ja. Ik heb het aangegeven bij de doktoren.
Ja. Iedere operatie van misschien kunnen jullie professor bellen, want ik weet niet hoe dat. Hè, want ik wist ook nog te weinig van de ziekte, want ik viel van dat in dat. Ja. En ja, dan heb je kanker en ja, dan onderga je natuurlijk de chemo, want dat hoort erbij. Dus eerst de amputatie en daarna 6 chemo. En die chemo hebben mij de das omgedaan. Ja. Kun je dat omschrijven aan de mensen? Want er zijn mensen die nu misschien in die situatie zitten en die moeten een afweging maken. Nou ja, wat krijg je voor informatie in het ziekenhuis en wat is bij jou in de praktijk gebleken? Kijk, ze hebben mij altijd onderkend dat ik zo ziek was. Hmm. Dus die zou ik je... Ik was toen al zo ziek. Ja. Dus als je een ziek persoon zou je voor mij nooit een chemo mogen geven. Hmm. Maar enorm moeilijk, want ieder mens is ook zo anders. Ja. Wat waren de effecten van de chemo voor jou? De effecten van de chemo waren vanaf... je krijgt voor je chemo, tijdens je chemo en na je chemo krijg je enorme sterke pillen waardoor je heel erg goed voelt. Mm. Dus dan zit je in een soort halleluja stemming voor een week. Mm-hmm. En dan begint het. Ik werd in principe na mijn chemo 10 dagen daarna opgenomen in het ziekenhuis. Mm. En daar is ook iets gebeurd waardoor ik het licht heb gezien. Hm. Maar dat het nog net goed ging. En sindsdien ben ik duizelig, vergeetachtig. Hm. Niet stabiel, kan ik bijna niet alleen lopen. Hm. De chemo zelf is 5 keer uitgesteld, dus dat is ook best wel heel erg lang. Hm. Dus ik ben begonnen in begin maart, eind februari en ik ben geëindigd in eind oktober. Zo, dus bijna een vol jaar. Dat is bijna een vol jaar ziek zijn, maar dan ook echt ziek, hè? Ja. En dan heb ik het echt over niet naar het toilet, juist wel heel veel naar het toilet gaan, of juist helemaal niet naar het toilet gaan. Mm. Mijn hele slokdarm was van hier tot hier verbrand onder de zweer. Ik had zulke aanbijen. Seksueel was alles in 1 keer weg. Mm. In 1 keer. Ik was totaal niet meer opgewonden. Mm. Terwijl we wel een enorm goed seksleven hadden, kon ik wel zeggen. Beetje. En dat gebeurde meteen? Meteen. Dat totaal geen lust? Niks. Mm-hmm. Helemaal niks. Mm. Dat gebeurde meteen. Dus ik heb me uiteindelijk, Jan Bart die zei na de 3e chemo, je stopt ermee. Ik wil niet meer dat je verder gaat, want dit is niet te doen. Nee. Maar ja, ik heb een fantastische zoon, die is nu net 10 geworden. En je denkt toch dat het erbij hoort en dat je wel moet blijven leven. Dus ik moet die chemo's doorstaan. Mm. Dus ik heb het doorstaan. Mm. En ik ben daar nog steeds van aan het opkrabbelen nog steeds. En samen met die sarcoidozen en die Hashimoto en die COPD? COPD. COPD. Ja. Kijk, er zijn 3 ziektes waar nummer 1 moeheid van is. Ja. Dus je bent de hele dag moe. Ja, en je lichaam heeft alle energie nodig voor het hele, dus... Ja. Heeft alles. Een sarcoidose wil dus zeggen dat er allemaal ontstekingen in mijn lichaam zitten. En dan krijg je opstapeling van witte bloedlichamen. Ja. Dat worden granulomen. En dat kunnen dus ook die uitvallen geven in mijn hersens of waar, maar ook. Ja. Ik heb hier een hele gekke bult bijvoorbeeld. Dat gaat zich ophopen, maar je weet niet waar. Jeetje. En hoe gaat het nu met je? Heel slecht. Ja? Ja. Maar ik heb sinds 2 maanden nu, Jan Bart. Hmm. Ja. Sinds 2 maanden. Ik nam enorm veel chemische troep. Want ik wilde ook niet. Ik moest eigenlijk al 5 jaar lang aan de tamoxifen. Hmm. En ik heb nu ook het horen gekregen over baarmoeder. Maar goed, dus ik zit. Het zit wel in de kanker. Hmm. En ik slikte 4 diazepam om rustig te blijven. Ik rookte 3 wietjes. Ik nam een goede dikke slaappil. 10 aspirines, 10 paracetamols per dag. Mijn god, dat is niet weinig. Nee. En nu doe ik 2 drupjes wietolie voor overdag. Ja. En ik doe om te slapen. Ik
ga vroeg naar bed. Ik ga om... En dat is wie? Hoe laat ga ik naar bed? 7 uur. Dan krijg ik van jou... 4 druppels. 4 druppels, want ik kom er zelf niet aan. En dan word ik rond 1 uur of 12 word ik wakker. 12, 1 uur en dan krijg ik nog 4 druppels. Dan slaap je door. En dan slaap ik door tot 1 uur of 7 en dan komt mijn zoon lekker bij me liggen. Maar dit is voor het eerst in 1,5 jaar dat ik voor het eerst doorslaap. En dat is en je wil niet weten wat dat met een mens doet. Ja, dat je door kan slapen. Ja. Na de eerste chemo ga je ook in de overgang. Dus opvliegers, alles wat er s'nachts maar bij komt kijken. Nou, als gewoon 1 keer in het uur een opvlieger, dan moet je gewoon opstaan. Ja. Want dan heb je het zo heet. Nou, dat is gewoon allemaal weg. En volgens mij heb ik die opvliegers niet eens meer. Want ik ruik niet meer naar de zweet 's ochtends. Dus of ik nou door die opvliegers doorheen slaap, of dat ik nou die opvliegers niet heb, daar ben ik allemaal nog mee aan het... experimenteren. Ja, dus dat is nu sinds 2 maanden dat je eigenlijk kan slapen. Ja. En wat brengt het je nog meer? Nou, dat zal ik nog eens iets vertellen. Ja. Seks. Echt waar? Ja, ik ben weer helemaal seksueel opgewonden. Wauw. Dat is ongelooflijk. Dus je hebt gewoon alle een lust soort van... komt terug. Levensvreugde. Ja, ja. Je kan het op je delen doen. Ja. Zeg maar. En je staat gewoon in vuur en vlam. Wauw. En ik bedoel, intimiteit en seks en liefde en alles, ja, het hoort toch allemaal een beetje bij elkaar. En als je dat toch ook 1,5 jaar niet hebt gehad. Ja, want ik neem aan dat je door een heel diep dal bent gegaan in de loop der jaren. Ja, ja, heel diep dal. Maar ik heb via een fantastische huisarts, dokter Van Delft, hier in dat gekke Konijnsplaat. Dat is echt een gek dorp. Ja. Ben ik bij Simonton terechtgekomen. Ja. Dat is een week lang word je daar zeg maar best wel keihard werken. Okay. Maar wel een enorme mooie omgeving. En daar word je gewoon... dat je, ook al heb je nog maar 1 jaar te leven, ga wel goed met je leven om. Ja. Kwaliteit, van, kwaliteit van het leven. En ga niet meer denken van, Jezus, maar straks dit. En maar misschien heb ik wel hier straks. En dan, of misschien wel straks. Dus ik ben nu gewoon plan aan het maken om van de zomer misschien een klein rubberbootje te kopen. En over 2 jaar misschien een wat groter bootje. Te gek. Hè? Ja. En 2 weken terug hebben we Tommy's verjaardag op een geweldige manier gevierd. Je zoon Tommy, hè? Ja, onze zoon Tommy. Ja. En gewoon van de kleine dingen genieten. Ja. En daarvan kunnen genieten. Ja. Dus geen plannen maken van we gaan een week naar de Jamaica, want dat kan niet. Dat zit er niet in. Nee. Realistische plannen maken. We kunnen nu bijvoorbeeld volgende week van mijn vriendin een camper lenen voor een paar dagen. Hmm. Nou, dan gaan we... dan kijk ik op vakantie.nl en dan gaan we... En dat kan nu, omdat ik... Mijn gewrichten, die kon ik gewoon niet bewegen meer. Ja. En dat doet de wietolie voor En de je. Wietolie zorgt dat ik... Wauw. Dat ik geen pijn meer heb. En hoe denkt jouw huisarts erover? Ja, die vindt het fantastisch. Ja? Ja, die vindt het geweldig. Gaaf. Ja, ja en die meet... Ja, dat vind ik heel moeilijk uit te leggen. Maar die kan medicijnen meten of ze voor je lichaam werken. Ja, meer op holistische basis werkt. En hij heeft het dus, de echte van Wernhard, heeft hij gehad met de CBD. En de CBD deed een stuk minder dan dit. En hij zei, ja, dit is hem voor je. Ja? Dit gaat hem voor je doen. Wauw. Dus het was ook nog heel mooi van de bevestiging van mijn huisartsen. Want ik denk dat er weinig huisartsen zijn. Ja. Ik heb nu 4, 5 best wel ziektes. Mm. En ik heb 3 goede doktoren ontmoet. In al die jaren van behandelingen. Ja. Dat is niet veel. Dat is heel weinig. Ja. Dus je bent wel teleurgesteld geraakt. Ja, enorm teleurgesteld. Mm. Maar ook weer wat me de 2014, bijvoorbeeld Simon en vrienden, en daar heb ik ook weer heel veel aan overgehouden. Mm. Je moet gewoon als kankerpatiënt anders in het leven gaan staan. Kun je dat omschrijven aan mensen die nou in deze situatie zitten? Het is niet te omschrijven. Nee, het is... je wil het ook niet weten, denk ik. Nee. Ik denk dat je het niet wil weten.
Je moet het, beleven. En het enige wat ik mee kan geven is stop met suiker eten. Mm. En met ongezonde dingen eten. Mm. En probeer zo gezond mogelijk te leven. Mm-hmm. Zoveel mogelijk water te drinken. Mm-hmm. Probeer 's ochtends vroeg met je blote voeten op het gras te gaan staan. Mm. Gewoon voor een kwartiertje. Probeer 20 minuten buiten te zijn. Mm. En probeer vooral te genieten van wat je wel kan. Ja. Wat heeft bij jou gezorgd voor die klik om anders te gaan denken? Ja, deze week. Ja. Anders had ik dat niet gekund. Nee. Dan had je en vooral nu ik ook die baarmoeder hoorde en dan ook nog die COPD erbij. Je raakt op een gegeven moment zo in paniek in je hoofd. Ja. Hè? En ik zeg ook niet dat ik er ben hoor. Nee. Ik heb natuurlijk mijn momenten. Ja. Maar je geniet ik kan. Kijk, er staat hier niet meer heel groot die ziekte op de muur. Mm. Ik kan me vermannen. Mm. Ik kan met Tommy leuke dingen gaan doen, samen met mijn man. Ik slaap zeg maar 16 uur per dag. Dus ik heb heel weinig tijd om leuke dingen te doen. Mm. Dus ik moet vooral mijn energie goed verdelen. Ja. En dat raad ik ook de mensen aan. Ja. Je moet je energie anders gaan verdelen. Je moet anders... Je verandert. Je leven verandert. Ja. En ik denk dat voor iedereen... Ik ben heel ongezond mijn chemo ingegaan. Dus misschien dat ik... Wat ik nu aan overgehouden heb, dat. Maar die communicatie tussen die artsen, die kreeg ik niet voor elkaar. Mm. Dus als je gezond de chemo ingaat, is het waarschijnlijk een ander verhaal. Mm. Iedere patiënt is anders. Ja. En dat maakt het zo moeilijk. Ja. En dat gekke druppeltje maakt gewoon dat je je goed voelt. Ja. En niet dat je onder de... Nou, laat maar zien wat voor chemo... Zo'n pak met chemie. En die medicijnen, slik je daar nog wat van? Niks. Niks meer? Wauw. Helemaal niks. Ja. Maar dat zeg ik, zit nu in een tussenfase dat ik wel moet kijken van hoe ontwikkelt die baarmoeder zich natuurlijk. Hè? Ja. En ik moet natuurlijk die 5 jaar pillen slikken voor mijn borst. Mm. Dus ik moet nu wel even kijken, is dit de... Het is natuurlijk al heel goed dat ik het nu al gebruik. Ja. En je hebt nu een huisarts die je blindelings helemaal begeleid. Ik vind het ongelooflijk. En hoeveel gebruik je nou nogmaals voor mensen? Nou, ik denk... Overdag zomaar 2. Oké. Okay. Zomaar 2? Ja. En daar doe ik het hartstikke goed op. Puur op en dan, gevoel. Ja. En dan ik merk wel dat ik nu 's nachts meer nodig heb dan eerst. Zou dat kunnen? Geen idee. Ja, het is jouw lichaam. Je zal dat weten. Ja. Jan Bart? Denk ik niet. Nee? Nee. Oh. Nee. Misschien, nee. Nee. Ja, maar dat slapen voor mij... Ja. En dan, mijn moeder is best wel lang in de slaappillen geweest en nog steeds. Je moeder? En ik weet wat dat met je doet. En ik heb altijd gezegd, ik wil niet verslaafd worden aan slaappillen. Ja. Dus nu ik dit als vervanger heb gevonden en ook als ik lees wat het met andere mensen doet, of je nou oud of jong bent. Ja. Ik heb een vriendin, Angela, die werkt met gehandicapte mensen. En die mensen hebben dan ook nog eens kinderen. Hmm. Ja, dat is een heel moeilijk vak natuurlijk. Ik zeg, joh, geef ze allemaal een druppeltje. Ja, wat je vertelde. Even langzaam met de lunch, weet je wel. Het is een vrije keuze natuurlijk. Maar je moeder vertelde je ook dat die druppels had. Mijn moeder is zeker al 35 jaar depressief. Zo. Die rookt ongeveer 2 pakjes per dag. Lacht te weinig, beweegt te weinig. En is anti natuurlijk, hè, want het heeft toch wiet. Mm-hmm. Mijn vrienden kijken me nog steeds aan. Ben je nou een junk of niet? Mm, ja, heeft een negatieve bijklank. Dus uiteindelijk heb ik die CBD-olie bij haar geprobeerd. En toen zij zei dat ze er weinig van merkte. Toen heb ik geprobeerd, toen heeft Jan Bart zelf wietolie gemaakt. Maar dan best wel verdund, hè, geloof ik, hè, Jan Bart? Ja. En ze sliep als een roos. Wow. Ze ging ineens 16 uur slapen. Zo. Ik zeg, mam, dat is ook niet goed, want je moet wel blijven drinken natuurlijk. Mm-hmm. Dus van de week kwam ik daar. Nou, ze slaapt al sinds 2 weken als een roosje. Mm-hmm. En ik kwam 2 weken terug, had ze per ongeluk, dat flesje had ze om laten vallen. Ja. En dat had ze zo gedaan. Nou, ze was helemaal...
De mens heeft zich nog nooit kunnen ontspannen. Nee. Ze was altijd verkrampt. Heeft zich nog nooit kunnen ontspannen. En ze was helemaal vrolijk. Helemaal vrolijk. En ik hou van je. En wat zullen we uit eten gaan? Wat zullen we gaan doen? En, en ik zeg, mam, je bent gewoon hartstikke knap als je lacht. Ja. Dus kun je nagaan. Dus mooi. Dan durf ze het niet tegen de vriendin te vertellen. Nee. Wel tegen de vriendin Paula, maar niet tegen de andere vriendin. Dat is een taboe. Dan is het weer, nogmaals, het is voor mij, en ik denk voor mijn hele leven, blijft het een verrijking. Ja, mooi. Ja, en nu gaan we zelf planten en zelf... zelf maken. Ja, gaaf. Ja. Nou, mooi om te horen. Dankjewel. Nou, graag gedaan. Dat je het wilde delen. En ik wens jou nog heel veel succes. Met alle mooie plannen in de toekomst. Ja, dat gaat je lukken. Nog lang van mag genieten. Ja, en ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Absoluut. Dankjewel. Okay. Graag gedaan. And it's a beautiful day. Wil jij ook je ervaringen met andere patiënten delen? Ga dan naar mediweek.nl en stuur ons een mail. Alvast bedankt. Are ringing, children playing in the park while birds are singing. I am walking, and I am laughing. Life is perfect, I'm not trying, it's just happening.